Archeologisch Park Eename, Stichting de Boever, on est bien. On est al. Gratis cultuur voor mij, la famille. Archeologisch Park Eename. Een gratis park hier in het Oudenaardse. En jullie weten daar zijn we dus voor. Gratis. Gratis culture, we do it for the culture, bruv. Kijk. We naderen het Illy-gebouw. Wat hebben ze ermee uitgespookt? Ai. Oude Turken krijgen een tweede jeugd. Oude Trunken. Wauw. Zien jullie dat geraamte? Ik ga even inzoomen. Sal. Nog een teken van de archeologie. Dat is echt zo'n museum-vibe. De museums in Mons, de mijnmuseums in Charleroi, die zijn allemaal... Die hebben daar allemaal van mee. Mooi op het water. Volgens mij is hier geen kat, bro. Ik zie ook geen licht. Enkel documenten. Het is gewoon een gigantische aula. Een Star Wars bâtiment, frère. Ik kan hier documenten. Maar nog eens op de techniek toepassen. De R2-D2 robot. Dan nog meer planten en kruiden. De kruidentuin. Je mag er gewoon niet komen op bepaalde dagen. En dat zijn deze dagen. Ik deel het met jullie mee. Dinsdag tot en met vrijdag. Zaterdag van 1 tot 5. Maar wauw. En voor mij, Eename is niet zoveel waard buiten deze drie locaties. Hier dus het archeologisch park. De kerk en zijn kerkhof heeft ook wel wat. En dan heb je nog de tuinstraat. Met een zieke uitzicht. Een uitzicht op de Vlaamse Ardennen, bradas. Ja, zo heb je er niet veel hier in Oudenaarde. Voilà. Wat zou dit voorstellen? Kijkersvraagje. Ik zie gele krokodillen. Anderen zien... Ja, coronabacillen. Zeg mij wat het is, alleszins jullie willen geen reis naar de Antillen. En zie zo. Geniet van de restanten van de abdij en de evocatie van de gracht, moestuin en boomgaard. Infoborden vertellen er meer over. Zorg jij voor het erfgoed en de veiligheid door niet op de muurtjes te lopen. Goed dat je het zegt. Dan het pittoreske dorpplein 500 meter verder. Dat wisten we. En op 500 meter begint Bost Eename. Wesh. Daar moeten we nog naartoe gaan. Bost Eename. Volgens mij is dat het einde van het mooie uitzicht. Kijk, ja, hier dan. Klopt. Bost Eename. Het uitzicht op de stad. Sint-Laurentskerk. Fietsers. Hier zijn we dus voor. En dan gaan we straks dit bezoeken. Kijk hoe mooi dat de hangende tuinen zijn vervaardigd hier. En daar heb je de Donk en de Schelde. Oudenaarde, de grote stad. Erfgoed zit in Eename. Je hebt er in Flowback, je hebt er in Velzeker, maar hier ook in Eename. Vergeet dit niet. Herinrichtingswerken, oké. Dus ze zijn aan het renoveren, dus het is tijdelijk. Dus ik ben blij dat we hier nu beelden kunnen schieten. Once and for all. Welkom in de abdij van broeder Tuk. Verwacht geen abdij of ruïnes zoals in Villers-la-Ville of in Manage, Charleroi, Glen, Guilonguin. Non, ici, mes frangins. Het is zoals in Velzeke, gewoon de fundamenten in de grond, de stenen, nog geen halve meter hoog. Maar je kan een indruk hebben van hoe de paters leefden. God vergeten. Let's get ready to go to the abdij. Ah, there's my fellow ginger. De abdijtuinen en zijn vijvers. Kijk. Hoe deze ginger de appels plukte. En wist, is dit de abdij? Wat een shame dat die hier niet meer staat. De abdij met de waterpartij voor je. De historische lange gracht is een overblijfsel van kunstmatige vijvers. Kijk. Dus deze abdij is strategisch hier geplaatst, omdat het dicht is bij zijn schelde. Dus ze hadden een karper en een palingkwekerij. Maar dan ook had je de aangelegde tuinen. En daar buiten appels en peren, dat onze vriend hier plukte, kweekten ze ook exotische kruiden, exotische planten, die voor geneeskracht zorgen. Bro. En daardoor had je het ziekenhuis hierbij ook. Die staat hier nu niet meer, dat heeft er niks mee te maken. Maar er was een ziekenhuis die grensde in de abdij. Planten als tijm, rozemarijn. Gember weet ik niet als die al ingenomen was, maar... Bra, dat is munt! En het eerste wat we hier aanschouwen is de priorij. Wat is de priorij volgens jou? En de Sint-Lieveskapel. Zijn dit de twee zwembaden? Of heeft het gewoon veel geregend in ons Belgen landje? Priorij. Sint-Lieveskapel. Ja, deze stenen zeggen bitter weinig.
Maar de verzakkingen in de grond kunnen ons nog tekenen van de geschiedenis aanduiden. Laat ons bijleren, de zieken verzorgen. Het oude Nederlands, kijk. Een aderaflating. Het was een behandeling die veel voorkwam. Gewoon het ader laten, een beetje bloed eruit laten, slecht bloed uitlaten. De regel van Benedictus. Dus de priorij is een andere benaming voor waar de monnik eigenlijk woonde. De baas. De baas. De eindbaas. Ja, wat wil je dat ik zeg, bro? Kijk, daar zie ik nog een bordje staan. Laat ons daar beginnen. En dan misschien... Ja, ik weet niet, man. Dat is altijd het probleem, zulke dingen. Waar moet je beginnen? Geen pijl, geen logische chronologie. Kapitellen en slapen. Echt mooie, mooie schilderij. Die waren er nog niet vroeger. De Sint Salvador Kerk. Zoals in Brugge. De slaapzaal. De ziekenzaal. Iedereen was hier welkom. Niet alleen slechte dingen in de kerk hier. En kijk, ja, hier mag je niet op stappen. Stap niet op de oudheid. Je kan er wel doorgaan, maar zorg gewoon dat je niet op de ruïne stapt. Dit is echt wel een prachtig tafereel als je het zo bekijkt. De wondere wereld van de grachten. Ja, het water moet je wegdenken. Het water geeft een mooi effectje, maar dat is niet de bedoeling. Wow. Het is ook heel glad. Kijk hier ook. Het lijkt eigenlijk meer op bunkers uit de Tweede Wereldoorlog. En door het begroeide met mos doet het me meer denken aan de Moyen-Âge, de middeleeuwen. Vroeger was er enkel informatie die je kon krijgen in deze kiosk. Maar nu, als je gewoon rondstapt, heb je het hele verhaal begrepen. Kijk, de grote tafel. Als kat en hond. Benedictus was echt wel een strijder. Another train, another day, another video, bro. Spoorpark Tilburg. We zitten tussen rond zijn bro. En kijk, aandachtig luisteren en gehoor geven aan de situatie en aan je eigen hart. Obedientia, stabilitas. Volharden ook als het tegen zit en converso morum. Je dagelijkse gewoonte zo inrichten dat je beziel blijft en groeit en bloeit. Prachtig, Benedictus. Kijk, daar is de kerker. Ik heb er nog geen tijd voor genomen. En de tuinstraat daarachter. Die overvolle vuilbak. Het is jammer. De stad hier niet komt kuisen. En een ambachtelijke zone. Wesh. Ambacht. Toen was dat een enorme normaliteit. Nu is dit exclusief als je nog iets ambachtelijk kan chappen. Bakkerij, timmerwerk, brouwerij en boerderij. Je hebt hier de Romanbrouwerij niet ver van. Je hebt hier de Liefmansbrouwerij. Dus het is wel de stad van het bier. Adriaan Brouwer. Festiviteiten hier zijn de bierfeesten. Mysterie. Ik breng jullie daar, jullie weten het. De abdijkeuken en zijn refter. De maaltijd heeft altijd centraal gestaan. Kijk, zien jullie die grote blok daar? Met het hout. Daar was er een gigantisch open haard en nog een treintje. Trains patten today without droga. Without Obi-Wan Kenobi. Wie heeft de referentie? Kijk, de keuken met zijn gigantische open haard. Waar vooral vis werd gekookt. Brood. En het gastenkwartier. Die zin hadden in vertier. In eten, wijn en feesten. Maar het zal wel met de broekspijpen opgeheven zijn. Kijk, en daar heb je raster. Zou dit de kerker zijn? Of gewoon een waterput? Eén naam rond het jaar 1000, de stad aan de Schelde. En het is jammer hier, het is toerisme Vlaanderen.
Ze hebben het niet in het Frans of het Engels gezet. Laat staan in het Duits. Nationalistisch, en het is zelf geen land. Dat is Vlaanderen, jammer genoeg. Hey, wat zonder de Romeinen stond deze nederzetting hier niet, bro. En merken jullie hier iets anders op wat we nog niet gezien hebben? Het gebogen rioolgaatje. Kijk, daar heb je ook gebogen structuren. Frans media. France occidentale. En Francia orientalis. Ik lees het even op het gemakkie. Kan ik er commentaar bij geven? Het verdrag van Verdun. Bro, ik geef jullie clues. Een puinhoop. Een archeologische puinhoop kan ik best wel mee leven, bro. Hier meer info over de Abdijkerk en zijn abtswoning. En de Sint-Salvador-abdij. Kijk eens in hoogdagen. En ik hou van de abdij op zich. Kijk, die tuin was gigantisch en prachtig. Vegetatie stond centraal. Daar het torentje. Maar deze toren heeft echt, geeft me echt Franse vibes. Het lijkt wel op een Belfort-toren. Kijk, lees nog even de laatste informatie. Het is de laatste. Kom, geniet ervan. Van deze gratis les op YouTube. Original Ginger gave you clues, bruv. Zo, en bij het laatste bord zijn er twee opties, twee mogelijkheden. Of je gaat even rustig gaan zitten op de bankje. Geleerd, belezen. Geleerd en belezen. Of, deze informatie was je te veel. Je hebt het scheid gekregen. Of een volle blaas, dan kan je naar de dictie gaan. Let's go, bro. Zo, ik denk dat ik dus eerder geleerd ben dan bescheten. Ik heb geen scheid vandaag. Geen spijt. Ik ben blij dat ik hier ben gekomen. Dat ik jullie deze plaats heb kunnen laten découvrir. Découvert. Une découverte urbaine, la famille. Tchallah, la famille. On est ensemble comme jamais.